commissarissen worden vriendelijk verzocht zich even te melden boven in de toren. Ze staat bij mij met een formulier wat getekend moet worden door de sportcommissarissen. Ze staat hier om jullie te wachten. Ja, is cool. Dat is eindelijk, hè? De sportcommissarissen worden vriendelijk verzocht zich boven even te melden bij de commentaarpositie. Daar is een document om te tekenen. Een document om te tekenen. Hier boven in de toren. Het hangt gewoon in de tafel of zo. Ging het bijna goed. En eentje was vergeten om door te rijden. Die nam even het gras mee. We gaan het zien. Het is Dylan Buijs. Dylan Buijs aan de leiding met Jesper Hofland. Zit hij erbij. Hofland die zei vanochtend, ja, ik heb er wat goed te maken hoor. Dat wil ik ook zeker wel. En natuurlijk met de wetenschap. Ik denk best omdat zijn moeder thuis zit te kijken. Moeder Hofland. Ja, ze wilde niet mee hier naartoe. Nou ja, ik kan me wel voorstellen. Regen, zon. Nou, dan kan je 25 keer je zonnestoel opklappen en dan denk ik, ga lekker buiten in de regen. Nou, dit gelijk. En Jesper Hofland, hij zit vlak achter Dylan Buijs. De man met Tacro 6 vinden we dan met Jager Sarberman uit Goes. Het is van Berlo op een derde plek. Jager Sar met Mika Morin, met Del Sarte, Jules de Bok. En dat zien we, het is Britt van Oostrom. Britt van Oostrom als laatste
snelste tijd is door Dylan Buijs neergezet. Dat staat nummer 25. Het is 51-707. 51-707. Man aan kop. En dan weer wel zo. De hele baan is weer droog. De baan is weer opgedroogd. Wat moeten we dan? Ja, rijden dan op regenband. Ja, dan is het ook kans. De kans is natuurlijk groot dat ze verbranden. En dat verbranden, dat gebeurt omdat het droog is, dat ze te weinig gekoeld worden. En normaal gesproken door de regen koelen de banden af. En nu dan dat droger en droger is, dan moet je ook af en toe de waterlijn, of in ieder geval het water opzoeken, om wat extra koeling op de banden te kunnen laten gebeuren. En hier op Spa is het al vrij snel droog. Maar de wisselende standaardleden hier op Spa zijn ook vaak geweest. Het is Dylan Buijs met Jesper Hofland, Kai van Berlo, Morien, Jagersar, Lewinsky, Jules de Bok. En dan spreek ik over 6, 7 en 8 Brian Ooyen. We gaan het eens even kijken. De nummer 1 en 2 en de nummer 3, Kai van Berlo, komt een vijfde plek. Een vijfde plek en nu dan op een derde plaats van Berlo. Voor van Berlo bedrijfsvoeren, man uit Vught. Ook daar waar Jumbo gevestigd is, is de plaats waar Van Berlo bedrijf gevestigd is in het Brabantse. En dan Jesper Hofland met startnummer 6 is dan op de tweede plek. Die zit wel, ja. Kijk. Het is Hofland, wat is die? 2,3 achterstand. En ik moet ook zeggen, wat ik al zei, je ziet dan ook Buijs duidelijk ook de natte lijn even opzoeken voor de koering van de banden. En dat heb ik Hofland nog niet zien zien met Kai van Berlo op een derde plek. Met Mika Morien op een vierde. Met startnummer 66. Alle kleine rectificatie. Het is Veghel. In plaats van Vught, waar Jumbo, maar ook Van Berlo gevestigd is. Ja, stel je voor dat ze morgen gaan zoeken. Dan zitten ze in de verkeerde plaats te zoeken. Maar goed, ook, het schijnt ook dat ik wel eens het ernaast zit. Nou, ja, in ieder geval was het al alleen maar een plaats Veghel en niet Vught. Maar terug te komen naar de wedstrijd, Dylan Buijs op de eerste plek. We vinden dan hem ook met de snelste tijd 5-2-3-1 met Hofland op 2. En de moeder Hofland krijgt gewoon de voeten van Jesper. Ja, wel afgesloten dat we dat zouden doen. Want hij nu op de tweede plek en Kai van Berlo op 3 met Nika Morien. Met startnummer 66. Ik zei het al eerder ook, Morien is dan degene die zijn vader zo'n mooi schitterend bedrijf heeft. Daarin het hoofd in orde voor alle aandrijfmogelijkheden en ook gedeelte en motoren en ook vele onderdelen. Vaak allemaal voor Volkswagen. En Mika is ook vaak in Tsjechië te vinden. Om te racen al daar. Leroy Jagersar op 5. De man uit Goes. Van de Indokarting Goes. Op een vijfde plek. En dan ga ik eens even kijken.
Waar komt David Lewinsky? Lewinsky met startnummer 42 op een zesde plek. Komt vanaf 17. 11 plaatsen goed gemaakt heeft hij. En we zien ook aan Bas Jansen op een tiende plaats. Die komt vanaf 18. Het parket Huizen. De Parlmetal. Oftewel, als ik het goed lees, ja, Parlmetal. Zie ik hier achter zijn naam staan. En parket Huizen voor Bas Jansen. We worden ook gesponsord door Acer. En ook door de kartbaan Lelystad. Kartcentrum Lelystad. En Travel Oil zijn dan de mannen. Acer is natuurlijk een van de grote sponsoren op het computergebied. Bart Jansen, die de kartsport, maar zeker ook de racerij, een zeer warm hart toedraagt. Acer van de laptops en ook van de tablets. En ook middels allerlei computervoorzieningen, daar kunt u bij hun voor terecht. Dylan Buijs, we hebben 13 en nog wat. Aan. We hebben dan ook nog een paar seconden bij de volgende doorkomst. Zal het dan zo worden dat Buijs dan krijgt hij dat wel? Hij krijgt het niet. Nog niet. Bij de volgende doorkomst gaan we met de laatste rondes aan de gang. Buijs zal dan ook deze man op zijn naam schrijven. En Dylan Buijs ook met two left to go. We zitten in de allerlaatste ronde van deze wedstrijd. Deze man, om het maar even goed uit te drukken. En we zien ook de Rotax Max. We hebben hier dan ook de junioren. De junioren, daarna krijgen we de senioren te zien. Daar vinden we onder andere ook... Dave Blom op de Intrepid. Samen met zijn onkel. Zijn onkel Richard Blom. Vader Blom, Martin Blom. Ook vroeger in de automobielen te vinden, de racerij. En nu heeft hij het deeltje overgegeven aan zoon Dave Blom. Die op dat moment echt de sterren van de hemel rijdt. Daar is hij, Dylan Buijs. Laatste moment, ja. Hij is het op het allerlaatste moment dan Jasper Hofland. Zijn moeder kan ook weer blij zijn dat hij tweede geworden is. Gewoon geen eerste nog, maar dat kan misschien nog komen. Goed, we krijgen Kai van Berlo op de derde plaats. Dat staat voor 53.